Goedemiddag allemaal, het is alweer bijna 2 uur. Ja, dat zeg ik heel goed. Het is vandaag, het is vandaag 31 december. De laatste dag van het jaar. Hij is er ook weer. Hi. Hi. Ik ben er ook weer. Ben je er ook weer? Ja, toevallig. Ah, wil ik dat. Moet weer weg, hè? Ja, wat doe je? En dan zit je er weer. Nee, wil ik niet. Nou, ik zou zeggen, heel veel kijkplezier. Donker. Ja, en nou weer lekker niet, want ik heb eventjes lampje aangedaan. Maar ik ben dus nu nog even bezig met eten voor vanavond. Ja, want deze vlog die komt vanavond nog online. Voor 12 uur of net 12 uur. Ja, dat ga ik wel proberen. Maar anyway mensen, ik wil wel alvast jullie iets mededelen. Ja, maar zometeen, geduld. Oh, nou met ook. Want ik ben ook dus nu weer even aan het appen met mijn buurvrouw. En dat gaat even niet zo helemaal zo makkelijk. Nee, precies. En er is iemand aan het... Ja, ik zou hier een beetje lampjes aan doen. Ja, het is hier een beetje donker. Daar niet. Nee, hier wel. Kijk, gewoon even zo. Hij wil niet wat ik wil. Hier wel. Kijk, ja, ik heb licht. Ik heb licht. Kijk. Daar ga ik weer in het donker. Hier al ligt mijn andere grote meid, maar die zie je nu nou niet. Dat ik nou deze licht eraan heb. Kijk, dan doe ik het zo. Hey, meisje toch. Wat is er allemaal, hè? Wat is er allemaal dan, hè? Wat is er allemaal? Kusje. Mama, kus. Nee. Mama, niet kus. Hey meisje, hey drakkie. Ze vindt het helemaal niks. Nee, ze vindt het helemaal niks. Nee, precies. Ach ja, maakt ook niet uit. Maar anyway, ik wou jullie wat zeggen. Ja, inderdaad. De eieren die koken al bijna. Ja, de eieren koken al bijna. En ik zal even kijken of mijn buurman al buiten wil. Oh, die zal buiten lopen. Even kijken hoor. Even kijken. Nee, die loopt nog niet buiten, maar dat maakt niet uit. Ze zijn lekker bezig trouwens, al met vuurwerk. Maar, ik wil... Ja, ik moest even lachen om mijn buurvrouw die en die zei wat. Ja. Ik weet even nou niet waar ik heel goed kan staan, maar dat maakt niet uit. Zo, ja. Ik wil jullie al wel alvast iets zeggen. Ja. Ik zal ook eventjes deze lampje even aandoen, want dat is wat makkelijker. Ik wil jullie alvast heel veel gelukkig nieuwjaar wensen. En dat doen we niet alleen. Nee, dat doen we samen. Alvast. Gelukkig nieuwjaar. Ja, precies. Joepie. Wat is dat, Lovely? Dat is leuk, maar we gaan niet opeten. Lovely. We gaan niet opeten, niet. Nee, we gaan niet opeten, niet. Nee, Lof. Nee, Lovely. Goed zo, los. Ja. Yeah. Hallo allemaal. We gaan vandaag gevulde eieren maken. Vraag is alleen, waarmee worden ze gevuld? Karin is druk bezig met het pellen van de eieren. Ziet er nu al lekker uit. Vind je? Ja. Eieren zijn hard gekookt, neem ik aan. Geen rauwe eieren. Rauwe eieren, ja. Uh-huh. Kan ook nog. Toch wel. Ja, kan. Ik zou niet aanbevelen, maar het kan wel. Oh, jawel hoor. En voor de honden. Ja, oké. Ja, rauwe eieren en voor de honden. En die krijgt ook straks echt een rauw eitje. Oké. Maar de gebruikelijke ingrediënten gaan er sowieso altijd in. De paprikapoeder en de kerkpoeder. Yummy. En de peper. Ja, deze keer ook zwarte peper bij hoge uitzondering. Nee. Normaal is het de knoflookpeper. Nee. Nee? Oh. Nee. Even denken wat meer in. De curry. Yummy. En de mayo frietsaus. Je hebt nu 5 eieren. Yep.
Die ga je halveren, neem ik aan. Dat is in. Spannend. Oké. Hey, wit apart. En geel apart. En dan ga je daar zeker mee de... Hoe noem je dat? Garnering maken. Ik zeg helemaal niks. Ik verkoop niks en dan mag jij een skate lekker doen. Haha. Joehoe. Ja, ja. Iemand anders wil ook wat zeggen. Wij spreken dan. Wij spreken. Wij spreken dan. Nee? Niet meer spreken? Ja, niet. Precies 5 eieren zijn dit. Oké. Precies 5. Even kijken. Ik moet het kleine varkje hebben. Ja. Kleine varkje. We gaan gewoon even meekijken. Op je vingers kijken. Eieren zijn goed gaar, zo te zien. Niet van het halve bak gespeeld. En dit is uitzonderlijk, want eigenlijk krijgt niemand mijn recept. Uh-huh. Maar ja, het mag wel eens een keertje. Want ja, we zijn toch aan het vloggen, dus ja. Kookvlog. Kookvlog, maar gewoon aan het vloggen, dus ja. Dan en dan ontkomt dit er ook niet aan. Echt niet? Nee. Oh, oké. Eierhaksel. En je doet alles op gevoel, dus dat scheelt weer. Een lading mayo. Doorhusselen. Tot het gelijkmatig is waarschijnlijk. Tot het gelijkmatig massa is. Dan wat smaak toevoegen. Alex curry. Ook lekker. Currypoeder toevoegen. Is dat een mespuntje? Ongeveer. Meer dan een mespuntje van de paprika. Verse peper, verse manenpeper zelfs. Ziet er nu wel goed uit. Vingertjes spoelen, pink. Mm-hmm. Proef pink, zeg maar. Ja. Wat heb jij nou te mopperen? Moet er gemopperd worden? Ik zou het ook doen, ja. Past altijd weer precies? Nee.
Want ik hou altijd over. Oh, oké. Okay. Dat is de reserve. Dat is mooi. Ja. Eieren zijn gevuld. Laatste hand wordt eraan gelegd. Nu. Ja. Mag jij proeven? Ik zal deze nemen. Die ligt toch aan de rand. Nee, die smaken zo vies. Ik zal die andere ook opeten. Hoef jij het niet te doen. Met erg lekker. Maakt een beetje curryachtig, ja. Hoe verrassend. Maar het is een prima recept. Complimenten aan de kok. Chefin. Ik heb een raar gezicht aan het trekken, maar toch is het zo. Ik ga jou even in beeld zetten. Ze durft niet meer. Oh, jawel, ik wel. Ja, altijd. Ga je zelf eentje proeven. Ja, maar ik weet hoe ze proeven. Echt serieus? Oké. Okay. Yeah. Ja! Akadabra, deze. Nou, dan moet ik er nog even zometeen even eentje pakken. Eén ei. Eén ei is geen ei. En? Twee blauwe duimen omhoog? Mhm. Oké. Okay. Nou, dus wij zouden gaan zeggen, behoud jullie alle vingers, alle zes, plus je duim en pink, ja. Doe alsjeblieft een veiligheidsbril op, want oh, vuurwerk is zo onwijs gevaarlijk. En ga goed het nieuwe jaar in. Heel goed het nieuwe jaar. Ik zou zeggen, tot onze volgende vlog. Doei mensen. Doei.